Hallo lieve vrienden, hoe is je daar? Hier is hij, Kahalote. Ja, ik zeg het maar. Ik kreeg natuurlijk al van de review van maandag met dat melk. Och ja, ik zie het nu ook. Berichten van Jan, die ziet eruit alsof je elk moment dood kan vallen. Alsof je doodziek bent. Alsof je het niet lang meer hebt. Wat blijkt nou? Dat klopt. Ik heb een ontsteking. Ja. Dat is niet niks. Dus ik voel me ruk. Toen had ik eraan gedacht, nou dan doe ik ook geen review. Want dan heb ik alle reden om ziek op de bank te liggen. Dekentje. Huilen ook. Veel huilen. Huilen. Feutus houden kie. Maar toen dacht ik, ja vorige week was ik er ook al niet. Dan hebben we dat gelul weer. En of het iets slechter kan, zat ik inderdaad gisteren in de arena. Ja, ik zat daar dus, 1-6. Voor het eerst van mijn leven eerder weggegaan bij een voetbalwedstrijd dan het eindsignaal. Kon niet meer aan. En dan, dus mentaal en fysiek, is de puin op. Goed, show must go on. Wat zit er onder het doosje? Wat heeft onze Ahmedje opgestuurd? Laten we gaan kijken. En ik hoop dat Ahmed een beetje respijt heeft met deze jongen. En dat heeft hij, want dit zijn pakken met sap. En niet zomaar pakken sap, maar pakken sap van appelsientje. Hoor je? Appelsientje. Waar ken ik appelsientje van? Van de appelsap. Ik kreeg het vroeger van mijn moeder. Appelsap. Van appelsientje. Maar appelsientje die maakte daar opeens sinaasappelsap. Toen was het sinaasappelsientje. Hoe heet dat nou? Appelsientje. En toen zeiden ze, ja, dan maakt het niet meer uit. Dan kunnen we alles maken. Dus we noemen het appelsientje. Maar er zit op een gegeven moment een appel maar in. Want dan flikkert er gewoon alles in wat ooit fruitvrucht genoemd kan worden. En daarvan hebben we hier dus een reeks staan. Hartstikke leuk, Ahmed. We hebben hier bijvoorbeeld de borstfruit. Borstfruit. Volle smaak. Borstfruit. En ik vind het heel grappig. Ik zie wel een appel. Maar ik zie ook een kers. Groeit bijna waarschijnlijk in het bos. Nog nooit gezien in het bos. Maar ja, goed. Hoe vaak kom ik ook in het bos? Hebben we hier... kijk, multifruit. Wie kijkt wat hier allemaal aan die boom groeit? Wie ziet zich? Er zit een ananas, een mango, een passievrucht, ook een appeltje aan één boom. Je gelooft het niet. En dan hebben we hier mango. De god vergeet altijd weer die mango. En wat zie je hier aan de boom zitten? Ook weer een appeltje. Er flikkert toch gewoon overal appel in, die gasten. En hier zwarte bes. Ja, je raadt het al. Zoek het appeltje. Ja hoor, er zitten er weer twee appels in. Hartstikke leuk. Appelsientje heet dus gewoon appelsientje, omdat ze overal appels in mieteren. Weten we dat ook weer. Ik heb dit allemaal nog nooit geproefd. Er staat allemaal heel erg groot op vol van smaak. Nou, dat is wel hartstikke leuk. 59% fruit en 41% water. En minder suiker. 59% fruit, 70% fruit en 30% water. 100% puur sap. 100% puur sap. Maar dan... Het is dan niet 100% puur sap, omdat het... Nou ja. Hè? Water. Zit er in zwarte bes geen water? Vruchtensap, het concentraat. Zwarte bes. Vruchtensap met concentraat witte druif, 41%. Nou, ik weet het niet, maar in deze boom zie ik hier dus één witte druif. En dat is dan 41%. Appel, 38%. Nou, ik zie hier een appel en hier nog eentje, 38%. En zwarte bes, al die zwarte bessen, 21%. Oh, een mooi genaaid zit door zo'n plaatje. Er zit dus in de zwarte bes 100% sap, 21% zwarte bes. Even hoesten. Wat zit er dan in de bosvruchten?
46% appel. 46% appel. Witte druif, staat niet op hoeveel. 4,5% zwarte bes, 4% aardbei, 3% kers. En je ziet dus bijna alleen maar appel in de bord fruit. Nou, ik heb nog nooit een appel in het bos zien groeien. Mango, 63% fruit, 37% water. En hoeveel mango zit hier dan in? Je wilt niet geloven, 43% appel en 20% mango en zo je citroen. Er groeit hier nergens een citroen in deze boom, ofwel, dat heb ik het niet gezien. Nee. En hier met al die andere rotzooi, wat zit hier allemaal in? 59% fruit en daar zit in 33% appel, 9,4% ananas, sinaasappel, passievrucht 3,6% en mango 2,9%. Nou, we kunnen dus wel zeggen dat de firma Appelsientje gewoon zijn naam eer aan doet. Want ze flikkeren overal gigantisch hoeveelheid appelsap in en pleuren dan een beetje een procentje hier en een procentje daar van hetgeen waarmee ze adverteren erbij. Nou, het zal wel. Ja, ik vind appelsap ook wel lekker. Ja, ik droeg vroeger ook appelsap. Nou, even proeven dan maar. Voordat ik de pijp het ga, voordat ik het loodje leg, voordat ik toch klaar ben. En niet te lang rouwen, als dit mijn laatste review is, omdat Jantje de vrijdag niet heeft gehaald. Want doe maar gewoon niet. Hoppie, floppie, floppie, vier glaasjes. Als je nu zegt in de commands, waarom doet die man dat zo vluchtig? Ik voel me dusdanig bedoeld dat ik niet denk dat ik het heel lang nog heb. En het zou toch vervelend zijn dat ik zeg maar een kwart van mijn laatste tijd spendeer aan het drinken van bakken appelsientje. Ja, ook een punt. Borstvechter. Hoe is die? 1, 2. Ja, een beetje troebelrood. Wat handig is voor iets wat voornamelijk uit appel bestaat, maar goed. Nou ja, dan hebben we de zwarte bes zonder echt wel zwarte bes. Maar daar zullen ze wel wat kleur bij hebben geflikkerd, klopt. En dan hebben we hier de... Wat is dit nou weer? De Mango Dream. De Mango. Nee, de Mango Dream, dat was van... van Coolbest. Het zal maar wel hetzelfde zijn, maar goed. Ja, ik ben wat cynisch. Dat komt door mijn ziekte. En de Multifruit, waar alles in één boom groeit. Ook hartstikke leuk. Het voordeel van deze review is dat ik nog wel een paar vitamintjes tot bij krijg. Denk ik dat die erin zitten. Het zal voornamelijk gewoon heel veel suiker zijn. Nou ja. Ik ga gewoon zo. Kamei-bommen. Dus mijn laatste ochtendmaal. De volgorde doet er niet meer toe. Bosfruit. Waar voornamelijk appel in zit. Wat proef je? Ja, de smaak zou je als bosfruit kunnen bestempelen. Beetje aardbei. Heel veel appelsap. Ja, er moet een kers in zitten. Met zwarte bes, ik proef ze niet. En er zit gewoon 30% water in en dan proef je. Het is een vlak sappie. Is hij vies? Nee hoor, ik heb godverdikke ook nog mijn lip gescheurd, zie je dat? Nou, de aftakeling gaat een beetje hard de laatste tijd. Enfin, de zwarte bes, hartstikke leuk. Zit nou een zwarte bes in? Waar proeft hij naar? En een zwarte bes. Dat vind ik dan wel weer knap. Mm. Er zit meer appelsap dan de zwarte bes in. Er zit overigens al het meeste witte druif in. En toch smaakt het naar zwarte bes. En dat is wel knap. Ik denk dat zwarte bes een duur product is. En appel en witte druif niet. Is hij lekker? Nee, ik vind niet echt lekker. Ja, nee, ik vind niet echt lekker. Het is een beetje metalig. Nee, dit... Licht zuurmetalig. Alsof je een batterij aan het leeg drinken bent. Mango. Begrek op mango, zoals jullie weten. Mango, dat heeft gewoon een leuke smaak. Ja. En hier ook bij. Vind een leuke smaak. Wat ik wel merk trouwens, en dat is dus hier, want hier, dit is weer 37% water.
dat ze heel erg adverteren dat het waterig is. Dat is het ook. Het is niet echt dat je denkt, godverdikke, wat een lekkere sap. Nee, het is een aangelengde bende. Het is gewoon een aangelengde bende. Appelsientje, allemaal leuk en aardig. Maar als jij begint te adverteren dat er 40% water uit een pakje bestaat. Multifruit. Nou, die vind ik wel lekker. Multifruit. Moet je kijken wat een verdikke allemaal in die boom hangt. In ieder geval lekker. Appel, ananas, sinaasappel, passievrucht, mango. Ik heb een heel fruitmandje naar binnen gewerkt als je hier een paar slokjes van hebt genomen. Die vind ik dan wel weer lekker. Ja. Verwacht er niet te veel van. Van dit. Zweet het in mijn nek. Tijd voor de cijfertjes. En de cijfertjes. Men vraagt zich af. Jan, zo net voor je. Voor je sterfbed, ben je dan milder? Ben je dan milder? Nee, ik ben niet milder. Nee, was ook toen ik kinderen kreeg, zei ze, je bent nu vast een stuk milder. Nee, ook niet. Ik vind het meest vieze de zwarte bes. Naast dat het natuurlijk oplichting is met een heel plaatje vol met zwarte bessen, terwijl er nou een zwarte bessen zitten, smaakt hij inderdaad van een zwarte bes. Waar het niet dat hij zo zuur is als te neten. Het heeft geen lekkere afdronk. Je hebt het gevoel dat je vullingen loslaten. En dan niet van de suiker, maar van de zuurgraad. Dat die zeggen, ja, de groeten. Ik trek er niet meer. Ik verlaat de waffel. Ik vind het niks. Die krijgt van mij een 4. De borstfruit, waar overigens nauwelijks iets is. Iets wat in een bos groeit. Ja, of je moet alles een bos noemen. Maar appel en aardbeien en kersen. Die groeien niet in het bos bij ons. Zwarte bessen, denk ik wel. Maar die smaken vaak naar pis. Omdat daar de honden overheen zeiken. Enfin, de borstfruit, leuk. Het is een leuk sappie. Je proeft inderdaad bos. Ergens proef je bos. Je krijgt gewoon een 6. 7 voor de mango. Het is gewoon lekker mango sappie. Het is wel een beetje waterige meuk. Die krijgt een 7. En deze multifruit is ook niet dat je zegt, nou, die steekt er even met kop en mango bovenuit. Die hou een 7. Nou, dat was het. Mogelijk het einde van mij en daarmee het einde van de reviews. Als ik er vrijdag weer ben, dan heb ik het overleefd. Ja, nou. Oh.